Hem voor een weekend. Hey, het is een bijzondere week geweest. Vorige week toen we uit de studio wegreden, toen begon het langzaamaan een klein beetje te sneeuwen. Oh ja. Ja, dat is echt waar. En in die tussentijd is iedereen al door het ijs gezakt. Is heel Nederland gek geworden en het ijs opgegaan. Er is er van alles gebeurd. En is dat ook zo in jullie levens, is de vraag in Little Hims. Dat is zeker de vraag. Maar zullen we deze keer met jou beginnen? Dat is goed. Ja, ik heb twee Little Hims deze keer meegenomen. Nou, dat is even rustig. Wow. Ja, echt waar. Ze zijn niet echt betrekking op mijn leven, want het is nog steeds saai. Net als vorige week, dus gebeurde er steeds niet zo heel veel. Maar gisteren op Instagram had ik een poll gezet in mijn verhaal. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Over Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. Ja, heb ik op gestemd ook, ja. Ja, ik zag het. Ja. Zij zegt in een manifest dat sneltesten voor corona, dus vooral voor jongeren, gebruikt moeten gaan worden. Dat ze niet als laatste gevaccineerd zouden moeten worden. En dat is dus vooral omdat ze de geestelijke gevolgen van de lockdown voor jongeren niet meer verantwoord vindt. Ik vond het best wel een interessante opvatting. Dus ik was benieuwd wat iedereen daarvan vond. 82% die stemde ermee in en 18% die waren het er niet mee eens. Wat vinden jullie? Ja, jij hebt het mee eens gestemd, dacht ik, hè? Ja, ik heb nog een aardige aanvulling erop. Want ik zat donderdag Dit Was Het Nieuws te kijken, dat programma. Ja. En toen had Peter Pannenkoek, die had daar best wel een snuggere opmerking bij. Ja. Hij zei van, hij is nu 34 of zo, zei hij. Ja. Weet ik veel, ongeveer die leeftijd. Hij zei van, kijk, voor mij zei hij, zijn die paar leeftijden, begin 30, 31, 32, 33, zijn allemaal een beetje dezelfde jaren, zeg maar. Dat boeit niet zoveel. Als je dan een keer een jaartje moet overslaan met uitgaan of wat dan ook. Ja. Dat is minder erg dan wanneer je bijvoorbeeld 17 bent. Je bent maar één keer 17. Ja. Dus dat sluit hier best wel op aan. Klopt, ik vind dan wel dat hij daar een punt heeft. Dat is ook zeker zo. Bij mij gaat dat echt niet veranderen. Ik blijf altijd gewoon zo. Jij blijft altijd zo? Ja, jij bent niet meer te helpen. Ik blijf altijd 17. Maar wat vind jij daarvan, Dominique? Ik vind het wel goed. Maar ik snap ook wel waarom ze de ouderen als eerst willen vaccineren. Ik vind het een best wel moeilijke kwestie. En daarom vond ik hem ook zo interessant. Want natuurlijk, als ik voor mezelf spreek, denk ik van, yo, laat het even opschieten. Ik bedoel, ik ben ook maar één keer jong. En dat geldt denk ik voor iedereen van deze leeftijd. Maar ja, welke afweging moet je nou maken om daar een goede conclusie uit te trekken? Ja, en tegelijkertijd, jij zegt van, natuurlijk de ouderen eerst. En aan de ene kant is je eerste reactie inderdaad van, ja, tuurlijk ouder eerst. Maar tegelijkertijd hoor ik ook deze week van de eerste mensen die gevaccineerd zijn, de oudste, zijn er al de eerste van overleden. Ik vond dat ze eigenlijk zonde van de vaccin geweest. Nee, maar dat is ook zo. Kijk, Nederland is gewoon zo ingericht dat eigenlijk dat je niet dood mag gaan. Ja. Dat is zo bij ons. Wij hebben een verzorgingsstaat en zo is dat ook met de coronamaatregelen. Dus ja, er is van alles over te zeggen. Ja. Ik vond het lastig. Als ze nou gewoon iedereen inenten, dan is er ook geen discussiepunt. Ja, sommige landen hebben dat al gedaan. Ja? Nou. Ja, maar ik weet even niet meer welke. Even snel dat tweede, want dat is iets heel positiefs. Oh ja, want ik ben best wel benieuwd en nieuwsgierig naar iets namelijk. Over 2 dagen gaan er namelijk vanuit Fieldlab testevenementen plaatsvinden. Oh. Ja, dus ze gaan kijken hoe we toch in coronatijd evenementen kunnen gaan organiseren. En dat gaan ze op allerlei manieren doen. Dus voor mensen voortesten, de mensen daarna testen. En toen dacht ik dus ook, begin deze week is officieel bekendgemaakt dat de Vierdaagse niet doorgaat. Nou ja, Vierdaagse feest gaat sowieso door op een bepaalde manier. Misschien is dat dan wel weer een klein beetje hoop voor de toekomst. Als die evenementen afgerond zijn, dat we misschien in de zomer wat meer weten. Dat ze daar iets op kunnen doen. Dus misschien even een positieve noot erin brengen. Goed zo. Ja. Oké. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja. Dat waren ze eigenlijk. Oké, dus jouw lofzangen gaan naar Femke Halsema en... En dat er misschien wat hoop is rondom evenementen voor komende zomer. Ja. Naar de hoop, oké. Okay. Ja. Lofzangen gaan naar de hoop. Ja, hoop inderdaad. Nou, wat mooi. Wil jij, Dominique? Doe jij maar even. Mijn Little Him? Ja. Ik heb op de ijsbaan gestaan. Nou. Op een zelfgemaakte. Oh jeetje. Ja. Heb je zelf eentje gewoon wat water in nou, je tuin gegoten? Nou, ik heb het niet gedaan. Hey, maar mijn vriend heeft dat gedaan. Nee, Rick. Het gaat over een ijsbaan nu. Oh, oké. Okay. Jouw Little Him gaat naar een ijsbaan, want... Nou, ik dacht, ik kan helemaal niet schaatsen. En toen ging ik schaatsen en het ging hartstikke goed. Wauw. Ja. Maar kwam dat door die ijsbaan? Ja. Of kwam dat door jezelf? Nee, maar het kwam ook omdat er geen andere mensen bij waren. Dus dat was top. Dan hoef je ook niet te wijken, dan val je gewoon. En hoef je niet te schamen. Ja. Dat is jouw Little Him, de schaatsbaan in de tuin? Ja, ik weet het is echt niks voor mij. Nee, ik vind het prima. Ik vind het heel goed. Ik vind het mooi. Rick. Ja. Ja, ik heb er heel lang over zitten nadenken over mijn Little Him voor deze week. Het werd me niet echt makkelijk gemaakt natuurlijk. We begonnen natuurlijk met die sneeuwval. Begin van de week, er reden geen bussen, er reden geen treinen. Ik denk van, ja, dan kan ik daar ook geen Little Him aan doen, dat ze toch blijven rijden, want dat deden ze helemaal niet. Toen dacht ik, ik moest op een gegeven moment naar mijn werk toe en er reed dus niks. Ja. En ik heb geen eigen vervoer verder, dus ik denk van, weet je wat, ik bel een taxi.
Ja. Dan gaat mijn Little Him misschien wel naar die taxichauffeur die mij lekker naar mijn werk brengt. Ja. Nee hoor, de ene taxicentrale die zat al helemaal volgeboekt en de andere die reed niet. Dus daar kon ook geen Little Him naartoe. Nee. Nou, ik dacht misschien mensen die zich keuren aan de maatregelen houden. Nou, ook niet, ook nee, niet ook het geval, nee, ook geen Little Him naartoe. Toen zat ik nog te denken van, nou, weet je wat? Dan gaan mijn Little Him voor deze week misschien een keer naar Thierry Baudet. Want ja, die heeft toch al een paar weken geen racistische appjes geplaatst. Ja. Maar helaas, dat ging ook weer niet door. Dus toen dacht ik van, weet je wat? Laat dan mijn Little Him uitgaan naar al die mensen die de afgelopen week keihard hebben gewerkt, 24-7, om de weken ijsvrij en sneeuwvrij te maken. Ah, de korreltjes zoutstrooiers. Precies, ja, die hebben zo ontzettend hard gewerkt. Ze zijn ook natuurlijk uitgebreid in het nieuws al geweest. Ik heb ze ook s'nachts een hoop bezoek gehad toen ik aan het werk was. Oh ja? Die waren dus de weg gaan strooien ook langs waar ik werk, zeg maar. En die kwamen ineens aan de deur van, goh, heb je koffie? Ik zei, nou ja, ja hoor, wil je koffie? Ja, nou. Nee, melk of zout? Ja, precies. Nee, maar die mensen hebben zo keihard gewerkt en zeker aan het begin van de week, toen was het niet aan te slepen, ook omdat het gewoon nog bleef sneeuwen. Ja. Die verdienen mijn lofzang. Nou, wat mooi, Rick. Ja, ze leveren inderdaad heel waardevol werk. Laten we zo. En ik heb straks nog een kleine lofzang eigenlijk voor iets anders. Ja. En dan voor jou. Het is een heel leuk nieuwtje wat ik heb voor jou. Een leuk nieuwtje voor mij. Maar je hebt de plaat nog gestart, dus ik bewaar hem even voor straks. Oké. Okay. Maar onthoud dat. Ik heb een leuk nieuwtje voor jou. Ik kan niet wachten. Heel heugelijk. Mag ik dit even met je delen? Ja, is ook goed. Ja. Delen jullie hem ook even? Duimpje omhoog en zo. Familie, vrienden, iedereen.